Huis ter Heide, een bezit van natuurmonumenten, is een prachtig natuurgebied met heide en vennen. Kruidenrijke akkers, gevarieerde bossen en een voormalig jachthuis uit 864. Heel vroeger bestond dit landgoed aan de noordelijke stadsrand van Tilburg uit heidevelden, in de volksmond woeste gronden genoemd. Het zuidelijke vochtige heidegebied was ontstaan na het afgraven in de Gouden Eeuw van het Veenmoeras. Rond 1930 lieten de eigenaren deze heide ontwateren en ontginnen tot landbouwgrond. Van de waardevolle vennen bleef maar een fractie over. De drogere heide in het noordelijke, hogere gelegen deel van het landgoed was rond 1900 al omgezet in productiebos. Natuurmonumenten heeft de voormalige landbouwgronden omgevormd tot een nat, heide- en vennengebied. Tussen 1992 en 2010 is het lijkenven hersteld en zijn er 25 nieuwe vennen gegraven. Van de landbouwgronden is de bovenste voedselrijke laag grotendeels afgegraven. Op de nieuwe, voedselarme bodem ontkiemen de zeilschaamde, klokjes gentiaan en zonnedauw massaal. Het lijkenven is schoon en slipvrij gemaakt. Daardoor is de kwaliteit van het water nu veel beter. De waterlobelia, die er vroeger uitbundig bloeide, is terug. Heikikker en vinpootsalamander scharrelen weer in het water. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren de dunningen in het bos zodanig uitgevoerd dat er meer variatie is ontstaan. Voor een deel is dat al heel goed te zien. Het speenkruid staat te bloeien. Spoedig zullen de eerste vlinders verschijnen. Bij het uitzichtpunt van het bonenven zien we het groot hoefblad. Het is nog maar net opgekomen. En we horen er de hegemus. Deze spinnetjes zijn nog maar net tevoorschijn gekomen uit hun kokon. Het zijn de ware trapezewerkers. De citroenvlinder overwintert als vlinder. Hij verschijnt dan ook als eerste. Zijn vleugels gebruikt hij als een hele grote zonnecollector. Zo warmt hij op. We horen de veldleeuwerik. Het mannetje zingt tijdens zijn fladderende vlucht. Zijn nest maakt hij op de grond, in een uitholling. Het wordt bekleed met draden, halmen en haren. De grote vos, tegenwoordig zeldzaam. Vroeger werd hij als schadelijk gezien. Zo massaal kwam hij voor. Hij overwintert als vlinder en leeft op allerlei loofbomen. Hij verschilt maar heel weinig van de kleine vos. Aan de snavel van vogels kun je zien wat ze eten. Deze vink bijvoorbeeld heeft een korte, krachtige snavel. Het is een zaadeter. We staan bij het plakkenven en horen een buizerd. Hoewel hij soms jonge vogels grijpt, voedt de buizerd zich voornamelijk met viervoeters als konijnen en vooral de kleine knaagdieren. Hij eet ook mollen, allerlei insecten en wormen. Vooral in de winter nemen buizers ook vaak genoegen met kadavers van dode dieren. Ze hebben twee verschillende manieren van voedsel zoeken. Urenlang kunnen ze onbewegelijk, maar oplettend op een uitkijkpost of op een breipaaltje zitten en van daaruit een muis of mol grijpen. Bij het lijkenven genieten we van het prachtige uitzicht.
De waterrandonkel is nauw verwant aan de boterbloem. Hij is karakteristiek voor sloten, greppels, beken, vijvers en dergelijke met helder water en een wisselende waterstand. Hij bloeit al in mei en is daarmee de vroegste bloeiende waterplant. De zwartkop. Het mannetje trekt met zijn lied sterk de aandacht. Het klinkt op vele plaatsen, tuinen, bossen en parken. Als de meidoorn staat te bloeien, gaan we op zoek naar het groentje. Het groentje is onopvallend aan de bovenkant, maar de onderkant is prachtig groen. Hij komt vooral voor op droge heiden, dennenbossen enzovoorts. Hij overwintert als pop en komt uit in mei, juni. De rupsen leven op allerlei planten, zoals eik, berk en braam. Hij is moeilijk op te sporen. Hij valt helemaal weg tegen de achtergrond. Het biotoop, oftewel leefgebied, van dit groentje is struikgewas, open plekken in bos, heggen en vochtige heidevelden. Wij zien hem altijd in de meidoorn. Het klein geaderd witje is makkelijk te onderscheiden van het klein koolwitje. Hij vliegt in 2 of 3 generaties. Hij is makkelijk te herkennen aan de donkere aders op zijn ondervleugels. Het klein geaderd witje overwintert als pop. De pad brengt het grootste deel van zijn leven op het land door. Alleen in de jeugd en gedurende de paaitijd zijn het waterdieren. Ook de das komt voor in huis te rijden. Er zijn verschillende burchten. Je zult hem echter nooit zien. Het is een nachtdier. Maar zijn sporen zie je overal, zoals deze stortberg met zand. In de buurt van de vennen tref je vaak roodborsttapuiten aan, op zoek naar voedsel. Het oranje tipje. Dit is een vrouwtje. Daarbij ontbreekt de oranje stip. De eitjes worden meestal afgezet, vlakbij bomen, struiken of ruigtes. Veelal wordt er maar 1 eitje per plant afgezet. Het vrouwtje geeft dan een feromoonsignaal af. Dat weerhoudt andere vrouwtjes van eileg. Als er toch 2 rupsen op 1 plant zitten, dan eet de oudste de jongste vaak op. De fytus is een echte boomzanger. Luister maar eens naar zijn melodieuze liedje. Daardoor kun je hem onderscheiden van de tjiftjaf. De heggewikke behoort ook onder de familie van vlinderbloemen. Hommels zijn relatief grote en zeer sterk behaarde sociale bijen van het geslacht Bombus. Vaak hebben ze hun nest onder de grond. De jongen eten stuifmeel en nectar. Het stuifmeel wordt in grote stuifmeelkorfjes aan de achterpoten verzameld. De horenaar is de grootste sociale wesp. Hij maakt zijn nest in holle bomen, schoorstenen
en holte in muren, soms jaar na jaar gebruikt. Hoewel ieder jaar door een geheel nieuwe kolonie. De populaties fluctueren aanzienlijk van jaar tot jaar. Aan de kust is hij zeldzaam. Het nest wordt gemaakt van papier, dat wespen van hout maken. Daar is hij nu mee bezig, het verzamelen van hout. Hij koudt het fijn tot een bolletje en voert het dan naar het nest. Dit is een vrouwtje. De mannetjes hebben langere antennes en vliegen pas later in de zomer. In het ruige gras vinden we deze wormzaadhaantjes. Ze komen er massaal voor. Ze hebben een verdedigingstechniek. Als je benadert, laat ze zich vallen in de strooisellaag. Zeldzaam. De kleine paramoervlinder. Hij is direct te herkennen aan de grote en sterk glinsterende zilvervlekken op de onderzijde. Hij zit graag op bloemrijke plaatsen en leeft in 3 generaties. De vlinder overwintert in het zuiden. De rups komt voor op viooltjes. Hier is je bezig eitjes te leggen. Een zeldzame waarneming. Let op, daar komt er weer één aan. De eitjes worden gelegd tussen de grassen. En de rups kruipt dan naar de viooltjes. We zullen het nog één keer bekijken. Hier zie je de mooie zilveren vlekken. Muurpeper stelt geen hoge eisen aan de grond. De soort komt voor op droge zandgrond. In de plant zijn een aantal werkzame stoffen aangetroffen. Hij werd dan ook gebruikt om likdorens zacht te maken. De naam peper komt van de peperachtige smaak van de bladeren. Het plakkenven waar we nu naartoe gelopen is ontstaan door afgraving van turf. Er zitten veel kikkers. En ook de heikikker komt ervoor. De doddaars is er bijna altijd te zien. Hij broedt er ook tussen het riet aan de randen. Ook als je de doddaars niet ziet, is hij makkelijk waar te nemen aan zijn geluid. Heel typerend. Dit is een jong van de doddaars. De jongen leven van waterinsecten, larven, weekdieren, kikkervisjes en kleine visjes. Per jaar heeft hij doddaars 1 of 2 legsels. Op de akkerdistel zien we een klein koolwitje. De hondsroos groeit vooral tussen struikgewas. Het is een klimplant waarvan de takken zich omhoog werken met behulp van een stevige naar beneden gerichte stekels. Als het rustig is in de bossen van huis te rijden, kun je ook het ree overdag zien. Het ree woont in bossen met kreupelhout, kleine bossages in velden, weiden met bosjes en dergelijke. Elke ree heeft zijn eigen territorium. Zomers leven ze solitair of in kleine groepen. 'S Winters in grote roedels die door oude geiten worden aangevoerd. Jonge eksters die net uitgevlogen zijn, worden nog een tijd lang gevoerd door hun ouders. Ze zien er weliswaar wat hulpeloos uit en kunnen nog niet zo goed vliegen, maar er wordt wel voor ze gezorgd. De ouders zullen doorgaans niet ver uit de buurt zijn. Gewoon
laten zitten dus. De putter werd vroeger vaak in kooien gehouden, waarin de vogel zelf een vingerhoed met water omhoog moest trekken. Putten, vandaar zijn naam, putter. Bij de vennen tref je vaak de gewone oeverlibel aan. Zijn leefgebied bestaat uit stilstaande of zwak stromende wateren. De ondergrond dient liefst kaal te zijn. De waterbodem zandig of kiezelig. Met de stand van de kenijnen gaat het goed in huis te rijden. Er zijn er volop. Ook al heeft hij een natuurlijke vijand. De vos. Maar juist door die vos zou de stand wel eens zo goed kunnen zijn. Want die vangt de zwakke weg. En zo hoort dat natuurlijk in de natuur. Er hoort een natuurlijk evenwicht te zijn. De vos grijpt ook nogal eens achter het net. Hij wordt verstoord of zijn prooi vlucht. Het waterhoen is kleiner dan de meerkoet en heeft een rode in plaats van een witte bles. Hij wordt zelden in grote groepen gezien, maar brengt het hele jaar door in ondiep water, vlak langs de dichte oeverbegroeiing, waarin hij zich bij gevaar kan verschuilen. Deze waterkip, ook wel Jezuskipje genoemd, kan zich ook laten zinken, tot alleen de snavel nog boven water uitsteekt. Hij nestelt in struiken bij het water en bouwt soms een drijvend nest. De rups van de Sint-Jacobsvlinder heet zebra-rups. Deze naam is afkomstig van de typische strepen op het lijf. De giftige bestanddelen van het Jacobskruiskruid maken de rups oneetbaar, die daardoor beschermd wordt. De rups raakt het gif dat hij met zijn maaltijden van het Jacobskruiskruid binnenkrijgt niet kwijt. Integendeel, het wordt geconcentreerd en doorgegeven aan de vlinder. Hier zien we de Sint-Jacobsvlinder. Zowel de Sint-Jacobsvlinder als de Sint-Jansvlinder zijn oneetbaar. Je ziet het duidelijk aan die rode kleuren. En dat is niet alleen bij vlinders, maar bij heel veel insecten. Rood geeft aan, pas op, ons niet eten. De Sint-Jansvlinder of bloeddropje is een dagactieve nachtvlinder. De vlinder komt in Nederland en België voor en heeft als leefgebied vochtige zandgrond, onbemest kruidig grasland waar zijn waardplanten, holklaver en andere vlinderbloemen voorkomen. De vlinder lijkt oppervlakkig op de Sint-Jacobsvlinder. En ook deze is niet eetbaar. Let op zijn rode stippen. Op diverse plaatsen in huis te rijden staat de brem. De takken en twijgen zijn vijfkantig en niet behaard. Wanneer insecten de bloem bezoeken, wordt het stuifmeel op hen afgeschoten. De roodborsttapuit is een vrij kleine zangvogel. Het mannetje heeft in broedtijd een zwarte kop en duidelijk witte vlekken op de zijkanten van de hals en een oranje borst. Het vrouwtje is van boven bruin gekleurd, ook op de kop, daar waar het mannetje zwart is. Het groot dikkopje is echt zo'n vlinder die vaak over de kop gezien wordt. Het is een snelle vlieger. Het groot dikkopje leeft in allerlei beschutte, vrij vochtige graslanden en ruigten. De vlinders voeden zich met nectar van onder andere gewone braam, dophei en akkerdistel. De mannetjes voeren 's morgens vaak patrouillevluchten uit. 'S middags vertonen ze territoriaal gedrag, vaak vanaf steeds dezelfde uitkijkposten.
Een net uitgevlogen jonge zanglijster zit ons aan te turen. Opvallend, want de zanglijster laat zich bijna nooit zien. Wel horen. Oranje zandoogjes overwinteren als rups. De eitjes worden afgezet op grassen. Mannetje en vrouwtje zijn makkelijk te onderscheiden. Dit is een mannetje, te zien aan die zwarte geurstrepen op de vleugels, die hier ontbreken. Dit is een vrouwtje, oranje zandoogje. En hier vindt de paring plaats. Na de paring worden elke dag zo'n 10 eitjes afgezet. In totaal legt het oranje zandoogje zo'n 100 tot 200 eitjes. De rups van de donsvlinder, een nachtvlinder, harig. Deze haren, vaak brandharen, zijn een afweermiddel tegen vogels. De citroenvlinder vind je vaak langs bosranden. Daar maakt het mannetje inspectievluchten op zoek naar de vrouwtjes. De vlinder lijkt veel op een blad, zelfs de nerven vind je erin terug. Hij vliegt in één generatie. De eitjes worden gelegd op sporkenhout en wegedomen. De Schotse hooglander is een rund. Ze stammen af van een klein Keltisch vee en oorspronkelijk van de oeros. De kleur van de Schotse hooglander is meestal roodbruin, maar kan ook zwart of crèmekleurig zijn, zoals we hier zien. Het bonte zandoogje is makkelijk te herkennen aan de botte vlekken op zijn vleugels. Na paring legt het vrouwtje ongeveer 36 eitjes. Hij vliegt vaak in de bosranden. Hij heeft een hele lange vliegperiode omdat hij overwintert, gedeeltelijk als pop, maar ook gedeeltelijk als half volgroeide rups. Deze komen later tot ontwikkeling, zodat er ook langer vlinders te zien zijn. Zijn eitjes legt hij tussen de grassen. Hier heeft de horenaar zijn nest, in een holte in de boom. Horenaars zijn nuttige insecten. Ze pakken grote prooien, andere wespen, bijen, maar ook helaas vlinders. Vanaf het vlonderpad kun je genieten van de onderwaterwereld. Het pad leidt naar de vogelkijkhut aan de achterkant van de vennen. De Schotse hooglander heeft korte poten en een korte nek in verhouding met zijn kop en lijf. Een opvallend kenmerk van de Schotse hooglander is een bijzonder langharige vacht en de kuif op zijn voorhoofd die over de ogen heen valt. De vacht bestaat uit twee lagen. Over de zomervacht groeit in de herfst een extra dikke, ruige wintervacht. De gamma-uil. Dit is een overdag vliegende nachtvlinder. Je komt hem dikwijls tegen op akkertjes met klaver. In Nederland komen een aantal soorten voor van deze motjes die veerachtige vleugels hebben. Vedermotjes. Bij de meeste soorten zijn de voorvleugels in twee en de achtervleugels in drie slippen gespleten. Elke slip lijkt op een vogelveer. Meestal hebben ze een bruine kleur. Ze zitten op grazige terreinen en vliegen in de schemering. Hier zien we het zogenaamde vlemen. De stier besnuffelt de koe om te kijken of dat zijn paringsbereid is. Aan de horens is het verschil tussen mannetje en vrouwtje goed te zien. Bij het mannetje, de stier, krullen de horens naar boven en bij een vrouwtje en koe staan de horens recht naar voren. Soms gaat er ook wat mis in de natuur. Dit tafereel kwamen we tegen. Een bronzige stier heeft de kalf achterna gezeten. En het kalf heeft zich verstrikt. Het is terechtgekomen tussen twee bomen.
en kan niet meer voor of achteruit. En de stier blijft maar aandringen. Snel hebben we toen de boswachter gebeld. Zelf moet je in deze situatie nooit ingrijpen. Je weet nooit wat er gebeurt. En zo'n stier kan toch zo'n 800 kilo wegen. De boswachter was snel ter plaatse en heeft het kalf bevrijd. Een bloemblauwtje, ook wel zilverblauwtje genoemd, zit hier op het boerenwormkruid. Dit is een mannetje. Mannetjes hebben een smalle, zwarte strook langs de vleugels. Dit is een vrouwtje. Je ziet het gelijk, het lijf is ook groter. Logisch, want het vrouwtje moet eitjes leggen en daar moet ook plaats voor gereserveerd worden. De vlinder overwintert als pop. Hier weer een vrouwtje. Hier zie je heel goed die brede zwarte streep. We slaan een vrouwtje gade en bemerken dat ze eitjes wil gaan leggen. De eitjes worden gelegd op knoppen. De waardplanten zijn sporkenhout en klimop. Haast in elk natuurgebied kom je wel eens exoten tegen. Ook in huisterijden. Dit is een wolfsmelksoort. Hij hoort hier niet thuis, maar is misschien aangevoerd door de wind. Dit is een rups van de grote beer. Hij heeft overwinterd als rups. In augustus legt de grote beer haar eitjes. De rups die begint te eten en overwintert dan. In het voorjaar gaan ze weer op stap om nog meer voedsel tot zich te nemen. Tegen juli, augustus gaan ze verpoppen. Ze worden dan actief en kunnen dan snel lopen. In de nabijheid van het uitzichtpunt bij het Lijkenven staat deze boom. Hier nestelt al jaren een bonte specht, de grote bonte specht. Hij heeft verschillende nesten boven elkaar gemaakt en inmiddels is de boom half afgeknapt. Hier zit hij met voedsel. Hij durft niet naar zijn nest, want wij staan daar te dichtbij. Dus wandelen we lekker verder en laten wij hem zijn gang gaan. De gouden tor is een insect uit de familie bladsprietkevers. De kever leeft van bloembladeren, wondsappen en vooral stuifmeel van diverse planten, zoals meidoorn, wilde roos en vlier. De larven leven in en van vermolmd hout en kunnen 2 tot 3 keer overwinteren. In Nederland en België is de soort plaatselijk algemeen, maar in sommige streken zeldzaam. De larve is madeachtig en lijkt sterk op een engeling, de larve van de meikever. Als je langs het Lijkenven loopt en je kijkt goed naar de eiken, dan vind je soms de spinselnesten van de processierups. Zolang je vanaf blijft, is er niets aan de hand. Maar denk erom, ze hebben brandharen. Dit is ook het geval bij de plakker. Het wijfje van de plakker legt al de eitjes tegelijk tegen een boomstam en bedekt ze met een laag haartjes. Het geheel lijkt veel op een boomzwam. Op het Jacobs kruiskruid treffen we de kleine vos aan. De naam die slaat op de vosbruine grondkleur van de vlinder. De toevoeging kleine slaat op de afmetingen van de vlinder. De vlinders overwinteren in holle bomen, holen, grotten en in gebouwen op koele en vochtige plaatsen. De groei van de rupsen kan vrijwel het gehele seizoen van lente tot in de late nazomer plaatsvinden.
en er kunnen afhankelijk van klimaat en weertype 1 tot 3 generaties per jaar optreden. In Nederland is hij zeer verspreid en wordt talrijk waargenomen. De vlinders kunnen al eind april beginnen met het leggen van eieren. Tijdens zeer warm zomerweer gaan de rupsen tussen samengesponnen bladeren leven. Eigenlijk op dezelfde wijze als die van de Atalanta. Iets wat u nooit mag vergeten is dat de waardplant van de rupsen is de grote brandnetel. Dus zorg dat deze plant ook in uw tuin op een enkele plaats voorkomt. De meikever. Het mannetje van deze thans zeldzame soort hebben sprieten met 7 blaadjes. De wijfjes hebben 6 korte blaadjes. De larve, de engeling, leeft in de grond en voedt zich met wortels. 'S Winters kruipen ze diep in de grond. Vroeger was deze soort zeer populair en de larven vaak schadelijk. Door rigoureuze bestrijding zijn ze bijna overal uitgeroeid. In de omgeving van Huisterheide wordt hij ook wel mulder genoemd, molenaar. De Atalanta. De naam is ontleend aan de wetenschappelijke naam, die betrekking heeft op Atalante, de prinses uit de Griekse mythologie, die beroemd was om haar vlugheid en kracht. De begeerte naar goud werd haar noodlottig. De gouden vlekken op de pop zouden daaraan herinneren. De Atalanta kan overwinteren, maar de meeste zijn toch trekvlinders. De overwintering vindt plaats in de warme klimaatgebieden van Zuid-Europa, waar de vlinders in de herfst naartoe trekken en waar zij in de lente eieren beginnen te leggen. De soort benut vooral bossen, half natuurlijke graslanden, met name de plekken met ruigte daarin, grensvegetaties en pioniersvegetaties. De voedselplanten zijn verschillende soorten brandnetels. Op een paaltje van natuurmonumenten treffen we deze levendbarende hagedis aan. Hij wordt ook wel kleine hagedis genoemd. Hij geeft de voorkeur aan vochtige biotopen, zoals laagveen, kaalslagen in de bossen, sompige weidegronden en moerassen. Hij gaat zelfs het water in, zowel vrijwillig of om aan zijn vijanden te ontsnappen. Hij kan zeer goed zwemmen. Het vlindertje wat je zag was een oranje zandoogje, een mannetje. Dit is het vrouwtje van de levendbarende hagedis, hoogzwanger zo te zien. Ook deze gaat naar boven om lekker van de zon te genieten. Hier warmen ze op. De rups van deze zuringspanner heeft als waardplant veld- en schapenzuring. Het zwartsprietdikkopje. De vlinders zijn zeer klein. De zwarte streep van geurschubben op de voorvleugel van het mannetje is beperkt tot een heel dun lijntje. Vandaar de naam Lineola, lijntje. De onderkant van de sprietknoppen is zwart. Het zijn ei-overwinteraars. De eieren worden in kleine groepjes bijeengelegd in de bloeiaren van schedes van dorre grasbladen, waar ze kunnen overwinteren. In de loop van de herfst of tijdens het maaien van het gras in de nazomer komt een deel van de eieren in de strooisellaag terecht, waar zij blijkens de ervaring ook kunnen overwinteren. De groei van de rupsen vindt in de lente plaats en in de voorzomer. De vlinders leven echter vrij lang en verkennen hun omgeving goed. De soort komt voor in natuurlijke graslanden, half natuurlijke graslanden en pioniersvegetaties. Het zwart beertje is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen. Het zwart beertje is een soort die voorkomt in het grootste deel van Europa en in Siberië en China. De vlinder overwintert als pop in de strooisellaag onder mos.
Schorpioenvliegen eten insecten, maar ook honingdauw, de zoete en kleverige afscheiding van blad- en schildluizen. De gehakkerde Aurelia kun je overal tegenkomen op huisstrijden, zowel in Noord als in Zuid. Het is een overwinteraar als vlinder. Hij wordt ook wel zeevlinder genoemd. De grote groene sabelsprinkhanen zijn vooral in de middag actief en het grootste deel van de nacht, echter vooral 's avonds. In bomen en struiken. Zijn beet kan bijzonder pijnlijk zijn. De wilde majolijn is een aantrekkelijke plant voor vlinders. Boven zit de vrouwtje citroen, onder het mannetje. Het vrouwtje is wat bleker van kleur. Hier zien we haar nog een keer in rustpositie. Een citroenvlinder zie je nooit met geopende vleugels. Ook distels zijn zeer aantrekkelijk voor vlinders. Ze bevatten dan ook veel nectar. Na het afgraven van de landbouwgrond is de Gentiaan vrij snel weer verschenen. Hij is wel zeldzaam. Helaas, het Gentiaanblauwtje, wat je zou verwachten bij deze Gentiaan, is nog niet teruggekeerd. Op een natuurlijke wijze zal het Gentiaanblauwtje huisterreinen nooit kunnen bereiken. De dichtstbijzijnde populatie is gewoon weg, te ver weg. De groeiplaats van wederik zijn waterkanten, natte graslanden, vochtige bossen en duinvalleien. Op huis te rijden, hier bij het Lijkenven, voelt zijn eigen heel erg goed thuis. Hij behoort tot de sleutelbloemfamilie, net als het penningkruid. Langs het bospad treffen we deze trechterwasplaat aan, een bijzonder mooie paddenstoel. Zeldzaam. De rups van de wapendrager, een nachtvlinder. Waar water is, zijn natuurlijk ook libellen. En die komen er op huisterreinen vele soorten voor. Dit is de steenrode heidelibel. Het is een vrouwtje. Hij is te onderscheiden van zijn soortgenoten, bruinrode en duisterheidelibel, door de oogstreep die verder naar beneden doorloopt. Dit zou zomaar een nakomeling kunnen zijn van de kleine parelmoervlinder die we al eerder eitjes zagen liggen. We zitten alweer verder in het jaar. De kleine parelmoervlinder komt voor in natuurlijke graslanden met een lage open begroeiing en schrale graslanden die bewijd worden. Dit is de rups van de zuringuil. Deze kun je vinden van juni tot oktober. De soort overwintert als pop in een kokon. De rups leeft op zuring, weegbree, hop, duinroos, braam, meidoorn en ook wilg. De huid van de levendbare dagetis groeit niet mee. En vandaar dat ze regelmatig vervellen. Bij de vlinderkroeg vinden we vleugeltjes van de Atalanta. Een teken dat er een rover aan de gang is geweest. In dit geval de horenaar. Deze pakt een vlinder en eet hem op. De vleugels bijt hij af en die vallen dan neer bij de boom. De vlinderkroeg, je ziet het al, daar zitten ontzettend veel Atalantas. De boom die bloedt en daar komen de vlinders op af. Het zijn sappen die ze kunnen gebruiken als voedsel. De Atalanta heeft dit voedsel nodig voor zijn lange reis naar het zuiden. De dagpauwoog. De naam pauwoog slaat op de blauwe oogvlekken op de vleugels. En de toevoeging dag is voor het onderscheid met de nachtpauwoog. Een nachtvlinder met eveneens opvallende oogvlekken.
Die oogvlekken, die hebben ze niet voor niets. Als nu een vogel pikt naar die ogen, dan gaat er alleen maar een stukje van de vleugel verloren. Als de dagpauwoog in rustpositie zit met gesloten vleugels en een vijand benadert hem, slaat je plotseling die vleugels open. En dan komen die ogen tevoorschijn. En dat is schrikken voor zijn vijand. Die vlucht meestal. Hier zijn twee dagpauwogen aan het balsen. De onderste, die snel met zijn vleugels trilt, is het mannetje. De bovenste, het vrouwtje. Het mannetje probeert het vrouwtje te verleiden tot een paring. De dagpauwoog is een gewiekste nomade die het landschap wijd verkent en verschillende ver uiteenliggende plekken benut. Voor respectieke werk, overwinteren, voedsel vergaren en het leggen van eieren. De voedselplant van de rupsen is vrijwel uitsluitend de grote brandnetel. Hier legt hij dan ook zijn eitjes op. De mievlinder, een overdag vliegende nachtvlinder. In de vleugel is het profiel van een heks te zien. Het hooibeestje. De naam slaat waarschijnlijk op het schijnen van de vlinders, dat samenvalt met het tijdstip waarop men vroeger begon met hooien. De wetenschappelijke naam Pamphilus betekent algemeen bemind en heeft mogelijk betrekking op het gebruik als indicator voor het bepalen van de maaidatum in de tijd van Linnaeus. Het hooibeestje overwintert als halfvolgroeide rups in het derde, soms vierde stadium. Op warme dagen in de winter is deze actief. Er is een opvallende variatie in groeisnelheid van de rupsen. Vandaar dat je de vlinder in een hele lange periode tegen kan komen. Hij is niet zo opvallend, de meeste mensen kennen hem niet. Vlinders hebben natuurlijk ook vijanden. Vogels, libellen, roofvliegen, de horenaar zoals we daar straks gezien hebben, maar natuurlijk ook spinnen. Als een spin een insect vangt, gaat je het inpakken. Razendsnel wordt het ingesponnen. Deze keer wordt het vervoerd naar een kant als voorraadje. De rupsen van het Monsantoogje kunnen in de herfst verpoppen, maar kunnen ook in onvolgroeid stadium overwinteren om in het volgend voorjaar hun ontwikkeling te voltooien. De zwartkop is een succesvogel. Door steeds natuurlijke bosbeheer en het ouder worden van bossen komen ze ook veel meer voor. Ook hier in Huis ter Heide. Zwartkoppen danken hun naam aan de zwarte veertjes bovenop de kop, als een zwarte alpinopet. De vrouwtjes van de zwartkop heten ook zwartkop, maar hebben een roesbruin petje. De rest van de vogel is vrijwel egaal muisgrijs van kleur. Ook de hareheld, een nachtvlinder, overwintert als niet volgroeide rups. In het voorjaar gaat de ontwikkeling van de rups verder en vindt verpopping plaats. Het landkaartje. De naam slaat op het ingewikkelde landkaartachtige patroon op de onderzijde van de vleugels, dat we hier heel mooi zien. De vlinders zijn klein tot vrij klein. De voorjaarsvlinders zijn rood-bruin, de zomervlinders zwart met witte band en enkele fijne bruine lijnen. Het zijn overwinteraars als pop. Ze zitten dan in de kruid- en struiklaag. De groei van de rupsen vindt in het zomerseizoen plaats en er tweede 2 tot 3 generaties op. De opvallende eigenschappen zijn de korte rijpingsduur van de vlinders en de snelle groei van de rupsen.
Bijzonder is dat de vlinders hun eitjes leggen in staafjes, van 14 eitjes aan elkaar, onder jong blad. Over de gehele wereld komen er meer dan 165.000 soorten nacht- en dagvlinders voor. En dan is de helft nog niet eens beschreven. In Nederland zijn het er meer dan 2000 soorten, waarvan 900 nachtvlinders. Bij onze vlinderkroeg wordt een boktor lastiggevallen door de horenaar. Het is een muskusboktor, oftewel wilgenboktor of rozenboktor genoemd. De naam heeft deze kever te danken aan een sterke muskusachtige geur. Die wordt afgescheiden bij verstoring. Hierom werd hij in het verleden wel gebruikt om een aroma aan sigarenkistjes te geven. Soms kun je deze vlinder, de oranje luzernevlinder, aantreffen op Huis ter Heide. We spreken dan van een invasie, dan is hij ook massaal te zien. De vlinders worden aangevoerd met warme winden vanuit het zuiden. De naam oranje luzernevlinder dankt je aan de plaats waar hij aangetroffen wordt, op luzerneakkers. De toevoeging oranje slaat op de kleur van de vlinders. De oranje vlek zie je eigenlijk alleen maar bij de vlucht, want de vlinders zitten nooit met geopende vleugels. Maar tijdens de vlucht is aan de bovenzijde duidelijk herkenbaar de oranje vlek. Aan de bovenkant van de vlinder zit een zwarte band. Als daar gele vlekken in zitten, is het een vrouwtje. Zitten er geen gele vlekken in, is het een mannetje. We zullen daar eens kijken of we even die oranje kleur kunnen zien. De oplettende kijker heeft al waargenomen dat dit een vrouwtje is. Witte vlekjes in de zwarte band. Dadelijk zien we het goed het licht er doorheen schijnen. Kijk ook eens naar die mooie groene ogen. Jaarlijks krijgt de Schotse Hooglanderkudde van Natuurmonumenten haar APK, oftewel een algehele gezondheidscontrole. Tevens worden dan de kalveren van dat jaar voorzien van het verplichte oormerk. Maar hoe krijg je in een gebied van een paar honderd hectare een kudde van meer dan 70 kolossen bij elkaar? Op diverse plaatsen staan vangkralen. Daar worden ze op voer gezet. Met een hoop geduld en wat balen hooi blijkt dat och elk jaar te lukken. De zon kan niet altijd schijnen. Donkere wolken pakken zich samen boven Huis ter Heide. We zien een regenboog. Zelf vind ik het prachtig. Donder en bliksem. Ik kan er echt van genieten. Het wordt droog en onze moeite wordt beloond. We zien enkele reeën. Waaruit bestaat het dieet van een ree? Een ree graast niet, zoals een koe. Een snoept een kruidje hier, een sprietje daar. Het kan alleen maar leven op een zeer gevarieerd dieet. De oude reebokken leven behalve in de bronstijd solitair. Het gewicht van een ree is tussen de 15 en 30 kilo. De bronstijd valt van juli tot september. Het wijfje werpt in mei of juni 1 of 2 jongen. Ze hebben iets gehoord in de verte. Ze krijgen argwaan. Spoedig
zullen ze verdwijnen in de bosrand. Het wordt donker en ik loop terug. Een vos in een wei. Het is eigenlijk al te donker, maar ik blijf stilstaan en laat mijn camera draaien. En zie dat de vos op zoek is naar eten. Op zijn menu staan woermuizen, andere kleine zoogdieren, vogels, insecten, slakken en ook bosvruchten. Als je zijn uiterpste bekijkt, dan vind je daar vaak in de dekschilden van de meskever. En veel pitten van bessen en bramen. Als je al zoogdieren of vogels te pakken krijgt, betreft het meestal zwakke exemplaren. Dieren en vogels die ziek zijn. Het is dan ook een echte opruimer. Hier heeft hij weer wat te pakken. Hij zet zijn territorium af. Hij doet dit met geursporen. Op Huis ter Heide zie je hem nog wel eens lopen tussen de ganzen en meeuwen. Ook overdag laat je zich wel eens zien. Hij komt steeds dichterbij. Ik heb het eigenlijk zelf nog niet in de gaten. Ik kijk in de zoeker. En alweer heeft hij een kever te pakken. Hij is immer op zijn hoede. Zijn oren staan gespitst. Dan zie ik de draad. Hij moet nu toch wel dichtbij zijn. Ik kijk over mijn zoeker heen. Hij staat op amper 5 meter van me vandaan. En dan ziet je me en vlucht. Sinds 1992 zijn er een groot aantal vennen bijgekomen op Huis ter Heide van natuurmonumenten. Dit is er één van. Het effect van deze vennen is dat er veel meer watervogels voorkomen, zoals de ooievaar. Elk jaar strijkt er wel een grote groep neer. De ene keer zijn het er zo een stuk of 10 en de andere keer 15, 16. En een enkele keer in de trektijd komen er wel meer als 50 voor. De ooievaars trekken zich niks aan van de Schotse hooglanders. Ze zijn op zoek naar voedsel. En voedsel is er meer als genoeg voorhanden. Ook de buizerd is regelmatig op zoek naar voedsel. En ook die vindt zijn prooi. Vooral in de avond en bij regen ruikt de kamperfoelie heerlijk. Het is een aanlokkelijke plant voor nachtvlinders. Konijnen zie je overal grazen. Huis ter Heide is een goed gebied voor konijnen. Het konijn is oorspronkelijk een bewoner van het westelijk Middellandse zeegebied. En werd in de middeleeuwen op verschillende plaatsen in Europa uitgezet.
en is nu overal sterk verbreid. Het wijfje werpt 3 à 6 worpen van maart tot september. De grote pontespecht komt in heel Europa voor. Het is een standvogel, maar zwerft 's winters in de omgeving van zijn broedplaats. Het nestgat hakt hij uit in loof- en naaldbomen op 2 à 10 meter hoogte. Het wijfje legt in april of mei in de met kleine spanen bedekte holte 4 à 8 glanzend witte eieren. De jongen komen na 13 à 15 dagen uit. Hij voedt zich met larven van verschillende kevers, bijvoorbeeld de baskever, maar ook met naaldboomzaden en hazelnoten die hij in klem zet en openhakt. De distelvlinder. De naam slaat op de plant waarop in onze streken de rupsen vaak aangetroffen worden, de distel. Hij is ook een vlinderoverwinteraar en trekvlinder. De overwintering vindt plaats in de warme Zuid-Europese klimaten, waar in de herfst terugtrekkende vlinders tot in december eieren leggen op planten die daar na de herfstregens beginnen te groeien. Mogelijk zijn de vlinders zelf ook in staat tot een kortdurende overwintering. De groei van de rupsen vindt in de noordelijke streken alleen in de zomer plaats, waar 1 tot 2 generaties kunnen optreden. Over het algemeen is de soort in Nederland sterk verspreid. De distelvlinder is een nomade die voor iedere generatie naar een gebied trekt waar de vegetatie in volle groei is. De rupsen worden aangetroffen op aster, een distelsoorten, kaasjeskruid en brandnetel. De rupsen leven tussen samengesponnen bladeren of in een eil-spinsel. Een volwassen mannetje reebok heeft een eenvoudig gewei, bestaande uit meestal 2 tot 3 punten. Het gewei is maximaal 25 cm lang. 'S Winters groeit het gewei en de bastheid wordt afgeschuurd tussen maart en juni. Tussen oktober en januari wordt het gewei afgeworpen. De houtpantserjuffer zet zijn eitjes af op de bast van overhangende bomen. Andere pantserjuffers leggen de eieren meestal in biezen of zegges. Schotse hooglanders kunnen over het algemeen 18 jaar oud worden. En in die tijd kan een koe 15 kalveren ter wereld brengen. Enkele tips. Voer de koeien niet. Loop ook niet met een zakje brood of dergelijks langs de dieren. Raak ze niet aan. Aai ook zeker geen kalfje. Bewaar afstand, ook bij fotograferen, ongeveer 25 meter. Passeer grazers op de paden rustig met een ruime boog, liefst langs de voorkant. Verjaag ze niet op het pad. Ga nooit tussen het moederdier en haar kroos staan of lopen. Er is altijd wel een stier in de buurt. Als je zo over Huisterheide loopt, kun je het Icarusblauwtje aantreffen. De naam is ontleend aan de held uit de Griekse mythologie, die verongelukte bij een poging naar de zon te vliegen. De blauw gekleurde vlinders, dat zijn de mannetjes. Het Icarusblauwtje is te herkennen aan de stippen aan de onderzijde van de vleugels. Het mannetje is blauw. Het vrouwtje is bruin van kleur aan de bovenzijde. Hier zie je de bruine kleur mooi verschijnen. Meestal zit er een blauwe verstuiving in het midden. Het Icarusblauwtje is een rupsoverwinteraar. De rupsen overwinteren half volgroeid, verscholen in de strooisellaag. Afhankelijk van het klimaat zijn er 1 tot 4 generaties per jaar. De groei van de rupsen vindt in de nazomer en vroege herfst en het daarop volgende voorjaar plaats. Bij de zomergeneraties in de zomer. Hier vindt de paring plaats. De rupsen leven op een groot aantal kruidachtige plantensoorten uit de vlinderbloemenfamilie, waarvan de rolklaver daarvan 1 van de belangrijkste is. Het is een goede pionier
die tevens als populatie duurzaam op kleinere terreinen stand kan houden. De soort komt voor in natuurlijke graslanden, halfnatuurlijke graslanden en pioniervegetaties. Hier vindt de eiafzetting plaats. Enkele stuifzwammen zijn opengebarsten en de miljarden sporen komen vrij. Ze verstuiven met de wind en kunnen kilometers ver meegedragen worden. Het bodemven. Enkele reigers. De reiger is een watervogel die voorzichtig door ondiep water schrijdt, op zoek naar vis. Hij heeft een voorkeur voor een waterdiepte van 20 tot 40 centimeter. Bijzonder is dat hij daarbij blijkbaar precies met de breking van het licht op het grensvlak van lucht en water rekening houdt. In grasland jaagt hij op muizen, kikkers en sprinkhanen, kleine vogels en wormen. De witte reus of ivoorzweefvlieg. Het is een van de opvallend groot en breed gebouwde hommelzweefvliegen. Dit is een bruinblauwtje. De vlinders zijn zeer klein. De beide geslachten zijn bruin met een rij helder oranje vlekken langs de vleugelrand. Er zijn weinig verschillen met het vrouwtje Icarusblauwtje. Alleen de kenner kan het zien aan de stippen aan de onderzijde van de vleugels. Ook dit is een rupsoverwinteraar. De rupsen overwinteren half volgroeid in de strooisellaar. En de groei van de rupsen vindt plaats in de nazomer en de daaropvolgende lente. Hij komt in Nederland tamelijk verspreid en weinig talrijk voor. De rupsen zijn voedselspecialisten die zich vooral met bloemen, onrijpe vruchten en groeipunten voeden. De soort komt voor in natuurlijke graslanden, halfnatuurlijke graslanden, pioniersvegetaties. De voedselplanten voor de rupsen zijn reigersbek en zonneroosje. In veel situaties kan de soort gehanteerd worden als indicator voor een geschikt beweidingsbeheer. Hij houdt van een mozaïek van lage en open begroeiing op droge plekken, waar de waardplanten kunnen gedijen. Een heel apart insect is de stinkende kortschild. Hij is bedekt met fijne zwarte beharing, verbergt zich overdag onder stenen en jaagt 's nachts op slakken en andere ongewervelden. Kromt bij verontrusting zijn achterlijf omhoog en naar voren. Hij komt algemeen voor in tuinen, parken en bossen. Mensen denken wel eens dat het een schorpioen is, maar dat is niet het geval. Een algemene vlinder is het geaderd witje. De naam slaat op de tekening aan de onderkant van de achtervleugel, waarvan de aderen door grijsgroene lijnen zijn afgezet, hier zeer duidelijk te zien. Ook op huisterheiden kun je hem overal tegenkomen. Het is een popoverwinteraar, die vaak trekken. De poppen overwinteren tegen stengels, boomstammen en stenen. De groei van de rupsen vindt het gehele zomerseizoen plaats en afhankelijk van het klimaat zijn er 1 tot meer dan 4 generaties per jaar. Het is een bekende verschijning in tuinen in Nederland. Hij is zeer verspreid en komt talrijk voor.
De rupsen van de zomergeneraties kunnen in groententuinen ook op enkele koolsoorten voorkomen. Van de drie koolwitjes is het geaderd witje de soort die het meest op vochtige plaatsen langs bosranden aangetroffen wordt. Hier vindt de bals plaats. Daarbij spreidt het vrouwtje de vleugels en steekt het achterlijf omhoog. Het mannetje zweeft eromheen en blijft eromheen fladderen, tot de paring plaatsvindt. In tegenstelling tot hetgeen wat men vaak denkt, legt het geaderd witje echt nog niet zoveel eitjes. In het begin zijn het er zo een stuk of 46 en de maximale eiproductie is 310. De voedselplanten van de rupsen zijn een groot aantal soorten uit de kruisbloemenfamilie, waaronder look zonder look, pinksterbloem, waterkers en raket. In het noordelijk gedeelte van Huisterheide vinden we een beukenlaan. De beukenlaan heeft vroeger doorgelopen tot aan Waalwijk. Ook in andere gebieden vinden we deze beukenlaan terug. Bij de stam van een beuk vindt zeer langzaam en regelmatig schorsvorming plaats. Vandaar dat een beukenstam tot op hoge leeftijd glad blijft. Hierdoor is de beuk zeer gevoelig voor directe zonbestraling. Hetgeen vooral tot uiting komt als in een laan enkele exemplaren worden geveld. De naburige bomen komen dan met hun gladde stammen in het volle licht te staan en gaan dan meestal snel achteruit. En worden vaak aangetast door paddenstoelen en zwammen. Dagvlinders, zoals deze kleine vos, zijn de mooiste en minst schadelijke insecten. Samen met de nachtvlinders vormen ze de orde der schubvleugeligen. Alle vlinders onderscheiden zich van andere insecten door het bezit van vleugelschubjes. Het is gemakkelijk dag- en nachtvlinders van elkaar te onderscheiden. Een nooit falend middel om dagvlinders te herkennen leveren de sprieten, die altijd knotsvormig zijn. Sprieten van nachtvlinders zijn geveerd of eindigen in een punt. Bij alle vlinders zijn de sprieten reukorganen. In het allerzuidelijkste gedeelte van Huisterheide, bij de vennen, kun je allerlei soorten valken zien. Zo komen er voor de boomvalk, slechtvalk en de torenvalk. De vogel die we hier zien vliegen is de torenvalk. Alle valken bouwen geen eigen nest. Ze broeden in oude kraaiennesten of in nestbakken. Hun voedsel bestaat uit muizen, spitsmuizen, mollen en hazenwormen, kleine vogels en insecten. De torenvalk bidt hier en zoekt zo naar zijn prooi. De vlinders die hier hun balsgedrag vertonen zijn kleine vuurvlindertjes. Ze zijn zeer klein en vliegen op een flitsende, zigzaggende manier. De mannetjes vertonen vaak een sterk territoriaal gedrag. Het zijn rupsoverwinteraars met verscheidene generaties. De rupsen overwinteren verscholen in de strooisellaag en kunnen alleen goed vorst verdragen wanneer zij in het tweede, derde of vierde stadium zijn. De groei van de rupsen is tijdens het gehele seizoen mogelijk. Afhankelijk van het weertype kunnen er in een gematigd klimaat, net als we hier hebben, 1 tot 3 generaties optreden.
Het vuurvlindertje leeft zowel in natuurlijke graslanden als in graslanden die sterk bewijd en tot 2 maal per jaar gehooid worden. Het komt vooral voor in schrale graslanden met mierenbulten, die normaal tot vrij licht bewijd worden. In heidevelden treedt het vooral op na brand. De voedselplanten van de rupsen zijn een groot aantal zuringsoorten, met name schapenzuring en veldzuring. De aardhommel bouwt zijn nest tot een diepte van 1,5 meter in muizenholen en hier in een verlaten knijnenhol. Ze omgeeft het nest met loof, mos en dergelijke. Met een wasachtige massa bouwt ze de afzonderlijke kamers waarin ze pollen en nectar bijeenbrengt. Op het warme zandpad zit de gewone oeverlibel. Dit is een mannetje, te herkennen aan zijn blauwe kleur. De vrouwtjes zijn geel. Achter, bij de vogelkijkhut, zien we enkele kneuien. Dit is het vrouwtje, te herkennen aan de kastanjebruine mantel. Er broeden veel kneuien in huisstrijden. De gehakkelde Aurelia wordt ook wel zeevlinder genoemd. Hier is de zee heel duidelijk te zien. Hij zit hier te snoepen van de hars op een boom. De naam Aurelia is een oude, uit het Engels afkomstige naam voor vlindersoorten waarvan de poppen met gouden vlekjes getooid zijn. De toevoeging gehakkelde slaat op de puntige en hoekige vorm van de vleugelrand. Het is een vlinderoverwinteraar en trekvlinder. De vlinders overwinteren tussen het strooisel binnen dicht struikgewas, in holle bomen, grotten, en soms in gebouwen, op vochtige en koele plekken. De groei van de rupsen vindt vooral in de voorzomer plaats en in mindere mate in de zomer. De gehakkelde Aurelia leeft vooral in en bij bossen op vochtige plekken, waar een vruchtbare bodem voorkomt. Wanneer de soort op een plaats opvallend constant aanwezig is, kan dit opgevat worden als een indicatie van landschappelijke gevarieerdheid en een bosrijke omgeving. De soort wordt vooral in de nazomer ook in tuinen waargenomen, maar treedt nooit talrijk op. Het zijn meestal eendingen die je tegenkomt. In een land met zo weinig bos als Nederland heeft het geen zin om het eten van in het wild verzamelde paddenstoelen aan te moedigen. Niet alleen vanwege de argumenten omtrent het beschermen van de natuur, maar ook omdat vergiftiging altijd mogelijk is. Elk jaar komen er in ons omringende landen vele vergiftigingsgevallen voor. Dit is overigens een buisjeswam. Bessen en bottels zijn natuurlijk een belangrijke voedselvorm voor vogels, vooral in de herfst en in de winter. Laten hangen dus. Hanni die schut is met de sporkenhout. Dat doet ze niet voor niets. We zijn op zoek naar de eikenpage. Vooral de vrouwtjes kan men vaak aantreffen in struiken van bloeiend sporkenhout, zoals hier. De naam slaat op de voedselplant van de rupsen, de eik. Het is ook weer een ei-overwinteraar. De eieren overwinteren op de twijgen van de waardplant en komen
uit voordat de knoppen open zijn. De groei van de rupsen vindt in de lente en het begin van de zomer plaats. Het is een hele schaarse vlinder. Gelukkig neemt Natuurmonumenten diverse maatregelen in huis rijden. Zo worden er open plekken gecreëerd. En er komt een ecoduct. Ook voor vlinders kan dit zeer belangrijk zijn. Veel vogels zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Zo lijkt de boomleeuwerik heel erg op de veldleeuwerik, maar ook op de boompieper. Als je zijn geluid kent, dan kun je pas zeggen van, hé, dit is een boomleeuwerik. De zang is minder gevarieerd en minder lang aangehouden dan van veldleeuwerik, maar melodieuzer en vermengd met een vloeiende triller. Hij zingt vanaf een zitplaats of in de vlucht. Die vlucht is als een zeilen in balsvlucht, in wijde spiralen. En hij valt dan met gesloten vleugels tot even boven de grond naar beneden. Grauwe ganzen kun je nogal veel tegenkomen. Meestal zie je ze in de vlucht. Ze vliegen dan in een linie of V-formatie. Ze leven buiten de broedtijd in troepverband. Het zijn dagvogels. De grauwe gans is makkelijk te onderscheiden van de kool- en dwerggans, vrij lichte kop en hals en het ontbreken van de witte kool aan de snavelbasis. Een aparte verschijning, deze wespenorchis, zonder bladgroen, oftewel chlorofiel. Elk jaar komt hij terug. Er staan er zo enkele bij elkaar. Zeldzaam. Wespenorchissen worden natuurlijk bestoven door wespen. Er zijn zo'n 70 soorten. Alle soorten zijn meerjarige, kruidachtige planten. Ze zijn sterk afhankelijk van hun symbiose met hun schimmeldraden. Bij sommige soorten, zoals we net gezien hebben, zijn de bladen hierdoor gereduceerd en deze hebben weinig chlorofiel. Bladgroen. Kenmerkend voor schorpioenvliegen is het tangvormig orgaan dat mannetjes aan het achterlijf hebben, dat omhoog gekruld wordt gedragen en dat daarom enigszins doet denken aan de staart van een schorpioen, maar geen angel heeft en verder volkomen ongevaarlijk is. Het insect gebruikt het alleen bij de paring. Al vroeg in het jaar heeft de dagpaoog haar eitjes gelegd op de brandnetel. De rupsen van de dagpaoog zijn na ongeveer een maand volgroeid. Waarna ze zich hangend aan de stengels van de voedselplant, de brandnetel, verpoppen. De vlinders verschijnen ongeveer 14 dagen later. De dagpaoog kiest voor het leggen van de eieren plekken uit met een vochtig microklimaat, zoals bosranden en zomen langs waterlopen. Hij is gebaat bij een beheer dat in deze situaties het plaatselijk optreden van groepjes brandnetels mogelijk maakt, of tenminste toelaat. De akkerhommel is vaak onregelmatig en dun behaard, heeft een middellange tong en is te vinden op vele plantensoorten, onder andere heide, distel en smeerwortel. Het nest zit meestal onder de grond, in oude muizennesten, maar de soort nestelt ook bovengronds onder mos, in graspollen, composthopen, in vogelnesten en soms in nestkastjes. Smalle weegbree is een plant van graslanden en wegbermen. Gelukkig wordt huis ter heide tegenwoordig weer aangedaan door grote groepen ooievaars tijdens de trek, ongeveer eind september. Ze zoeken er naar voedsel en zijn na enkele dagen weer vertrokken. Een kleine groep blijft wat langer. De ooievaar is van ouds uit het symbool van voorspoed
en geluk. Wanneer deze grote langpotige vogel met zijn lange hals en lange rechte snavel uit zijn winterkwartier in Afrika terugkeerde, werden vroeger in vele dorpen de klokken geluid. Ooievaars werden uitgenodigd om te broeden door het plaatsen van wagenwielen op de daken van boerderijen en hooibergen en ook op raadhuizen, kerken en andere gebouwen. In 1974 broedden in Nederland slechts 8 paren die samen 23 jongen grootbrachten. Gelukkig gaat het momenteel wat beter met deze vogel. Behalve met kikkers voeden ooievaars zich ook met muizen, grote insecten, vis en soms jonge hazen en konijnen. De ooievaar verblijft in Nederland van februari tot in september. Spoedig zullen ze vertrekken naar Afrika. De vlinders die hier zitten te paren zijn bruine zandoogjes. Een zeldzame verschijning, tenminste in Huis ter Heide. Trechterspinnen maken een bijzonder web. De spin zit in een trechtervormige rustplaats, van waaruit zich het web als een kleine ringspinsel of als een grote dichte mat uittrekt. De spin rent op de bovenkant van het web om prooi te vangen, die erop terechtgekomen is. De prooi wordt in de rustplaats uitgezogen. De eikokon wordt in de trechter gemaakt. De koningskaars werd vroeger gebruikt ter behandeling van klachten aan de luchtwegen en als kruidentabak in pijpen. Ook werd je ingesmeerd met teer en gebruikt als fakkel, een toorts. Het zandblauwtje kun je tegenkomen op de zand- en heidegrond hier op Huis ter Heide. Wegbermen, randen van bos. Het zijn echt trekpleisters voor vele insecten. Zeker als er dan ook nog eens distels staan. De speerdistel is zo'n aantrekkelijke plant. Er zitten vele vlinders op, maar ook bijen en allerlei zweefvliegen. Dit spinnetje is de gewone tandkaak. Het is een spin die behoort tot de familie kogelspinnen. Natuurmonument houdt rekening met bepaalde vlinders, zoals de kleine paramoervlinder. Stukken grond waar akkerviooltje en driekleurig viooltje voorkomen, worden goed in de gaten gehouden. Het zijn namelijk de voedselplanten van de kleine paramoervlinder. De steenrode heidelibel is meestal te vinden bij ondiep stilstaand water. Ze kunnen over grote afstanden zwerven en dan in concentraties worden aangetroffen in grasland of wegbermen. Zoals de meeste korenbouten jaagt deze libel vanaf uitkijkposten op kleine insecten. Watersnuffels hebben een lange vliegtijd van begin mei tot in oktober. De hoogste aantallen in juni, juli en augustus. Mannetjes vliegen in een rechte lijn laag over het water, snuffelen. Mannetjes van de viervlek vertonen territoriaal gedrag. Ze zitten dan op een uitkijkpost en maken korte vluchten waarbij ze andere mannetjes verjagen en vrouwtjes grijpen voor de paring. Ook de watersnuffel zit graag op planten die boven het water uitsteken. Het gaat niet altijd even goed met die watersnuffel. Soms raak je verstrikt. Hier is je gevangen door de zonnedauw. De zonnedauw die heeft kleverige druppels aan zijn tentakels. Daar blijft de watersnuffel in kleven.
De blaadjes van de zonnedauw gaan dicht en verteren de watersnuffel. Bij het vlonderpad zien we de witte kwikstaart. Dit is een zeer talrijke broedvogel die van begin augustus tot begin november weg en doortrekt en van half februari tot begin mei terugkeert. Hij overwintert in kleine aantallen. Je kunt je hier haast niet voorstellen hoe dat het eruit gezien heeft in de vorige eeuw. Pas in de 90er jaren is men hier begonnen met het afgraven van de landbouwgrond. Maïsakkers zijn verdwenen en natuur is ervoor in de plaats gekomen. In tegenstelling tot de meeste andere reptielen die eieren leggen, komen bij de levendbarende hagedis de jongen levend ter wereld. Meestal zitten ze dan toch nog wel verpakt in een doorschijnend vliesje. Maar daaruit komen ze meteen na de geboorte tevoorschijn. Het aantal jongen is 3 tot 10. Deze voortplantingswijze is een van de redenen waarom de soort zich kan handhaven in erg koude streken. Hij leeft van insecten en andere kleine dieren. Sprinkhanen en spinnen hebben de voorkeur. Bij het opsporen van deze sprooien speelt het tastende, gespleten tongetje een belangrijke rol. Bij de weilanden tegenover het Blauwe Meer vindt verschraling plaats. Er lopen nog enkele koeien in de wei en je ziet al dat de beplanting verandert. Inmiddels vliegen er al vele vlinders rond. Op sommige plaatsen kom je wel hele vreemde kostgangers tegen. Op zich een hele mooie plant, maar het is een exoot. Het is een sierui en hoort eigenlijk in de natuur niet thuis. Vaak zie je dat dit soort planten voortkomt uit tuinafval dat hier gestort is in het verleden. De winterkoning met zijn korte, opgewipte staart. Het is een buitengewoon bewegelijke vogel. Hij fourageert als een muis tussen rommel op de grond en vangt als een boszanger insecten in de vegetatie. Zijn vlucht is snorrend en rechtlijnig, doch meestal over korte afstand. Hij maakt een bolvormig nest op variërende plaatsen. Het is een talrijke broedvogel. De vogel is een standvogel. Hij blijft meestal hier in de winter. Maar toch vindt er ook wel trek plaats in voor- en najaar, van half september tot november en van maart tot begin mei. We gaan naar een meer onbekend gebiedje, de mast, het meest zuidelijke gedeelte van Huis ter Heide. Er komen nog maar heel weinig mensen. De paden van de boswachter houden hier het gras kort, maar ook de heide. En die staat er fantastisch bij hier. Het is echt genieten. Het kleine ven is helaas bijna helemaal dichtgegroeid met waterlelies. De heivlinder heeft wel een bijzonder goede schutskleur. Hij is zeer moeilijk te zien. Hij leeft in verschillende vegetatietypen met een lage begroeiing waar een kale bodem aanwezig is. De soort is gebaat bij een beheer dat naar ruimtelijke variatie streeft. Hij kan gehanteerd worden als een indicator voor zeer schrale omstandigheden en open ruimte.
Bij de hei zien we ook nog deze dagpauwoog. Deze overwintert als vlinder. Dus je kunt hem nog tot laat in het najaar zien. En ook de kleine vos overwintert als vlinder. En ook deze kun je nog laat in het jaar zien. Als het maar zonnig is en de temperatuur voldoende is. Het vuurvlindertje is een gehaarde en gewiekste soort die als pionier kan optreden en eveneens in staat is om als populatie duurzaam stand te houden op kleine terreinen onder moeilijke omstandigheden. Ook het bonte zandtoogje kan nog laat in het jaar voorkomen. De rozengal zit op wilde rozenstruiken. Die wordt veroorzaakt door een galwesp. In mei legt het wijfje eitjes in ongeopende bladknoppen van een rozenstruik. De aanwezigheid van larven maakt dat de knoppen zich niet normaal ontplooien, maar dat er fraai, rood, mosachtige vorming ontstaat. We naderen langzaam het einde van het vlinderseizoen. Bepaalde vlinders beginnen zich te verzamelen. Vooral bij de vlinderkroeg. Ze doen daar krachten op voor een trektocht naar het zuiden, zoals deze Atalantas. Ook de mens gaat op pad. Het wordt langzaam herfst. Een drukke tijd in de bossen. Hier zien we de kluifjeszwam. Een jonge vliegenzwam, rood met witte stippen. Onmiskenbaar, de parasolzwam. De bomen laten hun prachtigste kleuren zien. Spoedig zal hun blad vallen. Met het vallen van het blad raken ook veel mensen in mineur. En daarom dit bangeske. Niet kniezen, niet zeuren, we zijn allemaal weer hier. Lekker keuvelen over vroeger en maken nog plezier.